Dames en heren, de eerste deelnemer, de officiële opening hier vanmiddag in Borgerswold in Veendam. Vol gas, over de plas. Geef hem daar een applaus! Ja. Nou. Ja. Het is weer halverwege. Vorig jaar ook al halverwege. Ja. Ja. Oh. Je ziet hè? Ja. 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 En dat vinden we zo jammer, want het ging zo goed. Brigitte van der Laan, net een paar meter voor de bel, helaas toch het water in. Hij is wel geconcentreerd nou, hè? Ik heb niks te zeggen. Mee gaan doen, want je ziet, het is toch wel haalbaar om bij... Dat heeft hij toch ontzettend snel gedaan vanmorgen. En een pakje gehaald, wat blommetjes op de fiets. En ja! Fantastisch! En dan kijken wat voor tijd hij heeft neergezet. Ja, ja. Aanraakt dat ik vanmiddag ook op de fiets ga doen, maar dat ga ik niet zeggen. Hoe zei je dat? Nou, wacht. Nee, laat maar. Ga maar mooi. Dames en heren, voor de tweede keer vandaag. Vol enthousiasme. Ja. Ja, dit vind ik fantastisch en heel sportief. Eén ding vraag ik me dan wel af. Is dat degene die op die fiets zit? Ze gaan allemaal achterkant water in. Ja. Nou. Nou. Ja, ik... Fantastisch! Zo je toch de spanning een beetje in. 11 seconden, hoe kan dat? Vorig jaar 6 seconden en nou 11. Wil je nog even wat zeggen? Ik hoorde net 6, jongen, aap. Hey, klasse gedaan, jongen. Super, fantastisch. Stilste tijd. Is het wel wat even gerepareerd? Even een aantal minuutjes. De eerste keer 2 op de fiets. Als de een nou een beetje links omhangt en de ander een beetje rechts, dan gaat het precies in evenwicht. Gaat goed komen. Hey, succes hè? Komt goed. Oh. Ja. Oh. Kan natuurlijk een bel gaan aanraken. Heren, kom erbij. Ik kom bij Veendam? Ja. Kijk eens aan. Dus je komt er wel vaker in morgen zelfs. Ja, hè? Spreek. Hey. Dat komt helemaal goed. Ga jij een snellere tijd inzetten om die 6 seconden van... Van die kraan. Ja, zeker. Dames en heren, Erwin Schrik. We gaan het zien of die... En zelfs daar gaan we in zitten. Oh. Nee, geen 11 seconden. 8 seconden! Zal zomers als sentence plaatsvinden. Volgas over de plas, de tweede editie hier op deze zondag in juli. Fietsen zijn! Fietsen zijn allemaal weer aan boord. De start!
Ja, ik moet wel zeggen, er zit snelheid in. Ja, 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 ja! Maar is het al toch sneller dan die 5 seconden? We gaan gauw kijken. We zien maar 6 seconden, 373. En nou gaat het spannend worden, want nou wil ik straks de uitslag van de meeting erbij hebben. Ook 6 seconden. Het wordt heel spannend voor de kampioen van vorig jaar. Robin, je moet toch echt richting die 5 seconden worden. Echt richting die 5 seconden. Dat hij bij een snellere tijd weer gaat zitten dan we wel beginnen 6 seconden. Gaat hij voor de 5? We gaan het zien! Ja. No. Ja. Dames en heren, het was spannend. Onze kampioen van vorig jaar. Maar niet alleen kampioen van vorig jaar, maar vandaag ook nog steeds de beste tijd. 6 seconden, 210. Gaat hij het beter doen met deze tweede ronde? Gaat het lukken? Altijd, hè? Wel wat meer bier op nu. Nou ja, het gaat soms wel te veel, hè? Wij gaan aftellen. 3, 2, 1 en start maar. Ik ga lang met je fleuren, fleuren, fleuren. Nou. Hij maakt er wel een show van. Fantastisch. En een tijd van. Ja. 6 seconden 076. Dat gaan we heel gauw noteren. Want het is echt dan zien we de snelste tijd. Half jaar van de eiland komt, dat als eerste en dan natuurlijk een fantastische tijd die dan even gaan inzetten. Dames en heren, we gaan aftellen. Miek, Marcel, 3, 2, start maar. Oh, 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 oh. Zo, die ging hard joh! 7 seconden, 295. Mooi hoor!